In deze video laat ik jullie zien hoe je met de hand een deeg maakt voor een krokante Italiaanse pizza, klassieke Italiaanse pizza, voor 24 uur reistijd. Daarvoor hebben we een receptuur. In procenten uitgedrukt is dat 100% bloem, 54% water, 2% zout, 2% olie en 0,5% gedroogde gist. Nou, die percentages, daar heb ik ook een blog over geschreven op pizzastore.nl. Dat is eigenlijk een gebruikelijke manier om je recepturen uit te drukken, omdat je op die manier heel makkelijk recepten kan vergelijken en ook kan aanpassen en kan schalen. Dus als jij de ene keer 4 bolletjes deeg wil maken en de andere keer 13 bolletjes deeg, als jij de percentages weet van jouw ingrediënten, dan kun je heel makkelijk je nieuwe receptuur uitschrijven. Nou, bloem is daarbij altijd leidend, 100%. Dus 100% is de bloem. Als ik dan zeg 54% water, dan heb ik op een kilo bloem, wat ik nu ook ga gebruiken, 540 gram, geen milliliters, grammen water. Dus dat heb ik hier allemaal al afgewogen. Daarvoor heb ik een precisieweegschaal gebruikt. Dat is erg belangrijk, want straks heb ik bijvoorbeeld 5 gram gist nodig. Nou, dat weegt een normale keukenweegschaal niet zomaar af. Meestal begint die pas bij 5 gram te wegen. Dus een precisieweegschaal is daarbij erg belangrijk. Het is allemaal al afgewogen. Wat ik ga doen is de bloem in de kom gooien, andere ingrediënten erbij. We gaan het met een vork gaan we het eerst mengen. Daarna met de hand gaan we 10 minuten kneden. En dan laten we het in deze bak 24 uur reizen. Dit receptuur is dus voor 24 uur. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ik heel weinig gist gebruik. Als jij hetzelfde receptuur wilt gebruiken voor een kortere reistijd, dan zou je meer gist kunnen gaan gebruiken en eventueel ook een andere bloem. Want dit is een bloem met een W-waarde van 250. Als jij echt een paar uur later al je deeg klaar wil hebben, wat ik niet adviseer, want je hebt dan veel minder smaak in je deeg zitten, dan zou je bijvoorbeeld een W200 bloem kunnen gebruiken. We gaan aan de slag. Het is niet moeilijk. Je moet even een aantal basisdingetjes weten. We hebben nu 100% bloem in de kom zitten. Daarop gooi ik nu 54% water, 540 gram in dit geval. Nu is het zo dat je zout en gist, dit is de gedroogde gist, niet rechtstreeks op elkaar moet gooien. Meestal wordt er dan gezegd, je moet de zout oplossen in het water, of juist de gist oplossen in het water voor een goede verdeling. Dat is inderdaad de theorie. In de praktijk zorgt er gewoon voor dat het niet op elkaar ligt. Dus ik gooi het eentje links en eentje rechts. En ik ga het met elkaar mengen. Nou, dat mengen, dat doe ik nu met de vork. De olie hou ik nog even achter. Die doe ik als al het water goed opgenomen is. Ik doe het mengen eerst met de vork. Als ik nu al met mijn handen erin ga, dan wordt het een hele grote kliederboel. Dus ik ga gewoon mengen. En 54% water, dat is weinig. Ik heb juist zo weinig water, omdat ik een krokante Italiaanse pizza wil maken. Wil je een Napolitaanse Italiaanse pizza maken, of Napolitaanse pizza, dan heb je bijvoorbeeld 59% water, volgens het officiële recept. Hè? Als jij daarvan af wil wijken, mag dat altijd. Maar het verschil tussen 54% water en 59% is een groot verschil. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de Napolitanen geen olie in hun deeg gebruiken en ik hier wel 2% olie heb. En olie is ook vocht, bevat ook vocht. Dus als ik geen olie zou gebruiken in dit receptuur, dan zou ik bijvoorbeeld naar 56% water gaan om de olie te compenseren. Maar dan nog is het een groot verschil ten opzichte van de, bijvoorbeeld de Napolitaanse pizza. Hoe droger je deeg, hoe minder water, dus eigenlijk hoe makkelijker het is om hem krokant te krijgen. Dat is de reden waarom er niet zoveel water in zit. Nou, ik ben nu met de kom, met de vork bedoel ik, aan het mengen. Het grootste wateropname is nu wel gebeurd. Ik merk dat ik gewoon niet veel verder nu meer kom met mijn vork. Dus nu wordt het een marteling, moeten we niet hebben. Dus ik ga de vork schoonmaken en we gaan verder met de handen. Nou, in eerste instantie ga ik met mijn handen, met mijn palmen in het deeg drukken om het overtollige vocht wat nu nog opgesloten zit in het deeg te laten absorberen. En zoals je ziet, het is een heel erg droog deeg. En nu denk je nog, zeker als beginner denk je, er moet water bij. Dat is niet waar, er hoeft geen water bij. Let maar op, het water is er wel, het zit alleen nu op dit moment erg opgesloten in het deeg. Dus ik zorg ervoor dat ik in de kom nog steeds werk. En ik pak mijn deeg echt goed op. Elke keer ik sla hem om. Ik zorg ervoor dat de droge bloem die onderin de kom zit uiteindelijk geabsorbeerd gaat worden.
Nu ben ik op het punt gekomen dat het meeste wel opgenomen is. Ik zie nog steeds wel veel droge delen op mijn deeg zitten. Dan gaan we het echte kneden doen. Dit leek al op kneden, maar dit was vooral nog mengen. Wat ik doe de olie eerst een klein beetje onder in de kom. De helft zeg maar ongeveer. En dan druk ik mijn deeg daarop, zodat dit gedeelte van de olie al eventjes opgenomen wordt. Als je in één keer al je olie erop gooit, in dit geval zo met de hand, loop je het risico dat je deeg ontzettend aan het uitglijden is. En uiteindelijk absorbeert hij het echt wel hoor, maar dan duurt het gewoon even wat langer. Dus ik zorg ervoor dat dit even goed erin zit. En dan doen we de laatste olie er ook nog bij. Je ziet al een beetje een gele gloed van de olie. Maar dat is straks voorbij. Mijn deeg. Ik ga afscheid nemen van de kom. Ik merk dat het nu beter is om door te gaan op mijn werkblad. Er zitten geen droge delen meer in. Ik leg hem op mijn werkblad. Kom gaat aan de kant. En we gaan nu het echte kneedwerk doen. Dat betekent handpalmen erin. Wegduwen, omdraaien, wegduwen. Op deze manier, elke keer een klein beetje draaien, ben je het deeg goed aan het kneden. En nu worden de ingrediënten ook echt heel erg goed verspreid. En worden de laatste droge deeltjes echt goed gehydrateerd. Nou, dit is een totale tijd van 10 minuten. Vanaf het moment dat ik met die vork begon, tot het klaar zijn met kneden. Als je dat kneden tenminste op deze manier doet, je hoeft niet als een mal aan het werk te gaan. Als je dat toch doet, omdat je niet anders kan, dan heb je misschien 8 minuten nodig. Maar in principe 10 minuten. Vanaf het mengen tot aan het kneden. Dus dat betekent, ik weet niet hoe lang we nu op weg zijn, maar misschien nog nu een minuutje of 5, 6. En dan is het klaar. Mijn deeg is nou goed gekneed. Gaan we even controleren. Als ik er een bol van maak. Ik breng hem eventjes op spanning. Zo ongeveer. Ik druk hem met mijn vinger in, dan moet hij weer omhoog springen. Dat is het glutennetwerk wat zijn oorspronkelijke vorm weer wil herstellen. En als hem dat ook lukt, zoals je ziet, hij komt heel snel weer terug omhoog. Dat betekent dat het glutennetwerk ver genoeg ontwikkeld is en dus sterk is. Dus hiermee kan ik aan de slag. Volgende fase is bolletjes maken. Hier gaan we dus bolletjes van maken. Ik ga bollen van 200 gram maken en dan kom je op iets meer dan 7 bollen. Dus ik ga ze gewoon ruim 200 gram maken. En dan gaan ze in een bollenbak zoals deze de koelkast in. En dit is een bak van 30 bij 40 centimeter. Die past in principe bij iedereen in de koelkast. Als het bier er even uit moet, dan moet je dat ervoor over hebben. We gaan wegen. 200 gram ongeveer. Met deze tool steek ik hem af. Kijken. Ik hou ze allemaal wat ruimer aan, want ik weet dat uit een kilo bloem met mijn receptuur haal ik meer dan 700 bolletjes. 700 bolletjes. 7 bolletjes zou het zijn zeg. Het is allemaal nog iets te veel, dus ik geef iedereen, want ik wil niet 7,5 bolletje hebben, daar heb ik niks aan. En of mijn bolletje nou 200 gram is of 220 gram, je maakt ongeveer een diameter van 27, 28 centimeter daarmee. En dat is mooi voor in de thuisoven. Pizzeria's die willen graag wat meer hebben. Die werken wel eens met 250 gram bijvoorbeeld. Goed, nu gaan we opbollen. Daarvoor heb je eerst een stukje deeg nodig wat aan de bovenkant glad wordt. Dus wat je gaat doen, je gaat het deeg instoppen naar beneden toe, totdat je een gladde bovenkant hebt. Je draait het door je heen. Ik zeg altijd, je moet een soort van sjoelschijf uiteindelijk hebben. Maar het belangrijke is dat je met een gladde bovenkant begint. Dat er dus niet dit soort naden over de bovenkant lopen, maar mooi glad. Dan breng je de spanning op de bol. Dat is echt het doel van opbollen, is spanning op het deeg brengen. Zonder spanning gaat je deeg niet omhoog rijzen. Dan pak je die twee uiteinden vast. Vouw je ook nog een keer. En dan maak je met je hand een bolletje. En het beste is, dat hebben we nu niet gedaan, maar het beste is om je deeg even 10 minuten te laten rusten voordat je gaat snijden en bolletjes ervan gaat maken.
Op die manier kan je deeg iets ontspannen en kun je makkelijker bolletjes maken. Nou ben ik een pro, dus ik maak nu al bolletjes. Maar ik kan me voorstellen dat je er thuis eventjes 10 minuutjes wil laten rusten. En dat voorkomt ook een beetje scheuring in het deeg. Je ziet nu hier wel een klein beetje scheuring ontstaan. Maar dat is helemaal niet erg. Het eindresultaat is er niet minder om. Maar dat kan je voorkomen door gewoon het deeg 10 minuutjes even te laten liggen. En altijd afgedekt. Deeg moet je altijd afdekken. Dus wat ik nu doe is al niet helemaal. Maar goed, ik ben snel. Ik leg het zo in de bak. Eén keer vouwen. Twee uiteindes pakken, nog een keer vouwen, hand openmaken, doorheen duwen. En wat je hiermee doet is alle sluitingen, die breng je allemaal samen naar beneden. En dit wordt je uiteindelijke sluiting. Daar zet je hem op, dan draai je je bolletje nog even een keer dat die sluiting mooi dicht zit. En dan ga je door. Dus een beetje instoppen, totdat je een mooie schijf hebt. Spanning, deze oppakken, spanning. Door je handen heen halen. Gewoon met je duim onderin het deeg duwen. Totdat je een bolletje hebt. Dus we stoppen de deegbol in. De deeg gaat naar beneden. Totdat je aan de bovenkant een glad oppervlakte hebt. De grootte van een flinke sjoelschijf. Uiteindes pak je samen. Nog een keer spanning erop brengen. Hand openen. Door je opening heen doen. Met je duim duw je deeg echt in. Nu gaan ze in de bollenbak. En belangrijk daarbij is dat ze genoeg afstand van elkaar hebben en van de randen van de bak hebben. Er gaan er 6 in de bak, dus ik heb 1 bol te veel, zeg maar. Maar die kun je bijvoorbeeld ook heel goed invriezen. Je kan hem gewoon in een plastic zakje doen, nu meteen, voor het rijzen nog. In een plastic zakje doen, in de vriezer doen. En dan heb je de volgende keer al een deegbolletje. Dit is ongeveer de formatie waarin ze in de bak liggen. Dus genoeg ruimte hier zo bij de randen en genoeg ruimte tussendoor. Want het deeg gaat zo meteen natuurlijk groeien. Het wordt ongeveer 2 keer zo groot, dat is de bedoeling. Dan wil je niet dat het deeg helemaal aan elkaar vastgeplakt zit. Een beetje aan elkaar plakken is echt geen probleem. Je steekt dat gewoon los. Maar als het echt in elkaar over gaat vloeien omdat het te dicht op elkaar zat, dan heb je een uitdaging. Want dan wordt het deeg heel moeilijk rond. Deksel erop. Dit is dan een deksel, het hoeft niet perfect luchtdicht te zijn, maar wel, daar bedoel ik mee dat het niet vacuüm of zo hoeft. Maar deze deksels die horen bij deze bakken, dit is gewoon perfect. Je doet de deksel erop en je zet het nu weg. En dit is een deegje voor lange reistijd, dus hij gaat nu de koelkast in. Morgen gaat hij er weer uit en dan haal ik hem afhankelijk van het seizoen en afhankelijk van hoe warm het thuis is, haal ik hem 2 tot 6. Ik weet dat het een ruim begrip is en ik weet dat je liever hoort dat ik gewoon zeg 2 uur en een kwartier, maar zo werkt het helaas niet. 2 tot 6 uur van tevoren haal je hem uit je koelkast, zet je hem op je aanrecht en dan laat je hem nog op temperatuur komen, de laatste rijst maken en dan ga je bakken.